basisbewijs naar in de richting van meer landen waarop er sprake is van internationaal geval. En staat er wel in een onrechtmatig gedaan, omdat de Franse multinational Danone onrechtmatig heeft gehandeld tegen een Nederlands verblijf tegen de COPV. En er moet gekeken worden naar Rome 2, aangezien aan het temporele, formele en materiële invasiegebied is voldaan. Is Rome 2 van toepassing en is er geen sprake van samenloop. En dan kom je weer uit bij een inbreuk in zin van artikel 8 van Rome 2. Heel goed, so far. Tot daar was ik eigenlijk, kreeg ik eigenlijk een beetje twijfels of je in artikel 8 lid 2 uitkwam, dat er sprake is van zo'n, maar dan moet je dus naar een verordening, dacht ik, die niet in dit boek staat. Heel goed. Dat mag. Maar dit is ook gewoon een manier om allemaal leuke exotische IE-rechten, die echt bestaan en waar mensen veel belang in hechten en aanhechten, en die ook te maken hebben met Sustainable Development Goals van de United Nations, want de internationale variant gaat ook over kwesties van indigenous people, recepten, culturele uitingen en het concept cultural appropriation en andere belangrijke maatschappelijke debatten. Dat is de internationale debat over hetzelfde. Maar de EU-verordening gaat over Goudse kaas, camembert, Chianti en Rioja en zo. Wie heeft hem even uit het internet geplukt? En dat was dan het recht van het land waar de inbreuk is gepleegd. Precies. Twee. Ja. Frankrijk en Italië, geloof ik. Ja. Maar wie heeft die verordening gevonden? Van de oorsprongsbenadering? Want, ja. Ik heb hem wel gevonden, maar ik vond het wel lastig om te vinden welk artikel er daar precies over ging. Maar ik dacht misschien in artikel 13. Ja, en wat staat daar? Ja. Dus ik dacht eigenlijk, daar staat dus eigenlijk weer dat lidstaten het allemaal zelf moeten regelen. Precies, hè? Dus dat kan je op twee manieren opvatten, dat het een IPR-regel is, waardoor je doorverwezen wordt naar het nationale recht. Maar in artikel 13 wordt wel gezegd dat het een absoluut recht is, althans in die buurt, ja. En dat je dat niemand daar inbreuk op mag maken, toch? En dat is wel de hoofdregel. Het punt is dat op nationaal niveau er geen regels zijn die dit zeggen. Dus dit is de regel. En wat hebben we 3 weken geleden dan gemerkt? Zijn dan alle type vorderingen in het IE-recht geregeld door zo'n hoofdregel? Je mag het niet naapen? En het antwoord is nee. En dat betekent dus dat we in het kader van artikel 8 lid 2... Dus het woordje niet, het tweede woordje niet. Dus niet het eerste woordje niet contractuele verbintenis, want dat is gewoon synoniem voor onrechtmatige daad. Maar dan in de derde regel, in de tweede regel, dat de onderwerpen die niet daardoor zijn geregeld. En dat betekent dus dat er ook onderwerpen wel door die regeling zijn geregeld. Dus wat jij moet vertellen, is dat er even vanuitgaande dat de communautaire regel, hè, de verordening, een hoofdregel bevat. Van het type 1, het is een absoluut recht. B, dus je mag geen inbreuk erop geven. Want dat staat er met een beetje ongelukkige woorden. Dan is dat geuniformeerd recht voor de Europese Unie. En dat betekent dat dat een juridisch universum is. En net als met Rome 1 zeggen we dan, in het kader van artikel 1, dat er niet gekozen hoeft te worden tussen rechtsstelsels, want je hebt een uniform rechtsstelsel, klinkt ook als Weens-Koop,
verdrag, weet je wel. Dus dat, dat er niks te kiezen valt. Want die hoofdregel staat op één plek en is voor alle lidstaten direct van toepassing. He, er komt geen nationaal recht aan de orde. He, dus dat lid 3 gaat over, vertel je rechters dat dit een echte regel is. Dat staat in lid 3. Dus dat is verordening. En dit is de verordening op, lees eens de Nederlandse titel of heb je alleen de Engelse? Daar komt hij. Tromgeroffel. Je gelooft het niet, maar dit is echt de titel. Hier komt hij. Ik heb hier gewoon staan in zaken kwaliteitsregeling voor landbouwproducten en levensmiddelen. Maar de andere. Nee, er is een nieuwere. Die. Van het jaartal? Er is een nieuwere versie, maar dit is goed genoeg voor nu. Dus nog even die twee hoofdtermen, want dat zijn de twee IE-smaken. Namelijk? Geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen. Dus even die landbouwproducten zou even weglaten, maar dus... Er zijn twee IE-rechten. De ene heet geografische aanduiding. Klinkt als Goudse kaas, Bordeaux wijn. En de andere is oorsprongsbenaming. En dat is bijvoorbeeld Deventer koek. En zo. Anyhow. Hier is nog heel veel over te zeggen, gaan we niet doen, want dit vak heet volgens Osiris IPR. Maar waar het om gaat is dat er dus regelingen zijn die geuniformeerd privaatrecht bevatten. En dat is artikel 8, lid 2, Rome 2, wat er wel in die regeling staat. En dan is er niks meer te kiezen en dan schrijven ze in het tentamen, dan geldt die betreffende regeling. En dan zeggen we, alle vorderingen die niet in die regeling staan, en dat is dus gemiste winst, rectificatie, terughalen van de voorraad, weet je dat lijstje wat we toen hebben gepresenteerd, die staan niet in de regeling, daar is lid 2 voor bedoeld. En dan is de consequentie van lid 2, je zei het net, maar herhaal het nog even, laatste bijzin. Ja? Ja, omdat daar, wat staat er in lid 2? De inbreuk is gepleegd. En dat is dus, hè, ten overvloede op je tentamen. Interessant is om vast te stellen dat dit een glasharde handelingsoord is. Hetgeen 180 graden anders is dan de hoofdregel van lid 4... waar het gaat om ervolksoord. IQ-test, IQ-test, IQ-test. Ching, ching, ching. Flipperkast, punten. Ik heb nog één vraag. Ja. Ja, de... ja, dus aan de orde is, ook thuis, dat als je lid 1 van de Rome 2 verordening letterlijk leest, dan staat daar indien er gekozen moet worden. En dan hebben we het dilemma. Moet je dan in de casusoplossing al deze stappen doen om dan vast te stellen halverwege lid 2... dat er een eenvormige regeling die wel het eenvormig recht oplevert, waardoor er dus niet gekozen moet worden, waardoor je met terugwerkende kracht
stap met terugwerkende kracht al die stappen niet had moeten doen. En ik heb daar een pragmatisch, drievoudig antwoord op. 1. Omdat een deel van leren ook behaviorism is, van het type Pavlov-reactie, en dit vak IPR heet, en wij 7 stappen hebben geserveerd, vinden wij het voor het toekennen van punten plezierig als je braaf al die stappen doorloopt, ook als het om eenvormig recht gaat. Om dan, 2, intelligent op te merken dat terugkijkend al deze stappen op dat onderdeel niet essentieel waren geweest, omdat je ook in 1 keer naar dat eenvormige recht had kunnen springen. En 3, doen wij dit allemaal om straks aan computer scientists uit te kunnen leggen hoe wij gerobotiseerd kunnen worden. En die robot vindt het niet erg om zo'n route 100 keer af te lopen met de snelheid van het licht. Dus ik denk dat een computer scientist gewoon dan je die stappen door laat lopen om dan in lid 2 te zeggen stukje wel, stukje niet, weet je wel, logisch gesproken. En dit dan niet interessant vindt dat dat een beetje zonde van de elektriciteit is. Maar dan heeft hij in lid 1 moet hij iets inbouwen, waardoor je bij het eenvormige recht komt. Dus dan heb je 2 keer een loopje en dan kan je computertaal verwarring krijgen. Dus ik schat in, computer scientist kennende, dat ze lang blij zijn dat ze die 7 stappen hebben weten te automatiseren. En niet naar jou willen luisteren van, ja, maar je moet in die eerste stap nog even een extra loopje maken. Dat is denk ik duurder. Zou je erover reflecterend kunnen zeggen, maar je inzicht is helemaal prima. Hè? Dus ja, er valt niks te kiezen. Dus er is iets voor te zeggen om te zeggen dat op dit punt Rome 2 niet van toepassing is, materieel. Wat eigenlijk al die andere uitzonderingen ook zeggen. Hè, dus we hebben, dat slaan we de hele tijd over, maar we slaan de hele tijd over dat er dus artikel 16 is, dwingend recht, waardoor je uiteindelijk niet Rome 2 toepast. En zo. Hè, dus een rechtsregel heeft ook veel ingrediënten waardoor je eruit knalt. Hè, waardoor je weer, hè, dus dan kom je in de regeling en dan uiteindelijk zit je er toch weer niet in. En dat begint in artikel 1, lid 1. Waar je conceptueel zeker kan zeggen, het is niet materieel van toepassing, want eenvormig recht. Maar meestal ben je dan toch al op weg met je stappenplan. En dan reken je dus ook goed, dat is even mijn boodschap. Dat je dan in lid 2 zegt, hé, op dit punt is het eenvormig. Hetgeen overigens betekent dat Rome 2 dan technisch gesproken niet van toepassing zou zijn. Mag je dan dus ook tegen die tijd roepen. Als je maar niet vergeet dat dingen er niet in staan, waardoor je bij het handelingsoord komt. En het goede antwoord is dan Frans recht, Italiaans recht. In deze casus. Ja? Ik ben altijd heel blij als er dan kleurtjes getrokken worden en er nog weer, dat associeer ik met ervallen kwartjes. En daar is werkgroep voor bedoeld. We gaan moedig voorwaarts. Harvard University Press. Ja. Nee? Ja, wel, sorry. En dan stap je naar een Nederlands advocaat om advies te krijgen op de vraag of hij Harvard University Press via de rechter de schadevergoeding kan dwingen en een verbod kan voor verdere verspreiding kan opleggen en reeds verkochte exemplaren kan terughalen, als ook in plaats van rectificatie op bladzijde 3 van de New York Times en de Volkskrant. Ja. Dus het idee is op het tentamen dat je dus niet de hele casus overschrijft, hè? Dus dat gebeurt nu wel een paar keer. Maar het idee is dus dat je daar een soort intellectuele, parafraserende twist omheen geeft. Klopt. De vraag is wat recht is van toepassing op deze internationale relatie. Ja, en hoe doe je dat dan? Hè? Door te beginnen met gewoon stap 1. Hè? Dus aan de orde lijkt een internationale casus, immers. En daar
prop je dan wat herhaling in. Ja. Immers, we hebben in Nederland woonachtige wetenschapper. En zo, nee, maar dat, en zo, en dan Rome 2 en zo, dus ja, nu, ja. Cut the crap. Ja. Oh nee. En kijk, ja, uiteindelijk dan ook wederom bij artikel 8 uit. Even kijken. En ik had hier verder niet een verordening voor gevonden. Als die er is, dan heb ik hem niet gezien. Precies. Dus is hier een verordening? Nee. Nee. He, dus in het spectrum van IE-rechten is het auteursrecht het vervelendst. Daar hebben we het net eigenlijk al over gehad, in het kader van de overeenkomst. En dat is eigenlijk dezelfde casus, maar dan met een inbreuk. Dus mutatis mutandis, he, hetgeen ik destijds heb gezegd over het auteursrecht, wordt hier als herhaald en ingevoegd beschouwd. Mm-hmm. En dat betekent... Ik denk gewoon lid 1. Maar wij betalen jou ik denk om met antwoorden te komen. Heel flauw, ja. Werkt dat uit? Dus het wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd. En dat zou dan... Utrecht vindt u dat boek, dus dat lijkt mij dan Nederland. Leg uit. Dat is waar de... Oh nee, we hebben het dan over de erfvolgsoord dan toch? Juist, of niet? Over de wat? Erfvolgsoord, dan juist niet hier. Dus dan heb je het handboekwoord en dat zou dan Amerika moeten zijn, lijkt mij. Nou, leg uit. We hebben... dat is waar dat boek in eerste instantie wordt uitgegeven. Oké. Okay. En is een uitgeverovereenkomst een hele eenvoudige Jan koopt fiets in België overeenkomst? Nee, dat was een hele lastige. He, dus in de taxonomie van Toremans is aan de orde de meest complexe overeenkomst die in het IE-recht mede in samenhang met het IPR aan de orde kan zijn. Of worden van die strekking. Dan heb je jezelf weer tijd gegund om erover na te denken. Want dit zegt nog niet zoveel over het antwoord. Oké, okay, dus we hebben een uitgever, we hebben een auteur, we hebben auteursrecht. Het speelt zich af in Nederland, hè? Dus als het in mij staat, voor een Nederlandse rechter. Dus we zitten hier. Hoe komen we nou tot een soort overtuigende redenatie? Waar je precies die bescherming wilt inroepen. En stel dat je bijvoorbeeld dat, volgens mij zit het terughalen onder andere, terughalen van de verkochte exemplaren, als je dat in Nederland wilt doen, dat dan in die zin dan een Nederlandse van toepassing is. Ja, en hoe kan je dat redeneren? Hè? Daar hadden we een klein dialoogje over voor de pauze. Hè? Bescherming wordt gevorderd, want dat hebben we nu dus nodig. Want dat pas jij in feite toe. He, dus waarom kan je dat hier in Nederland vorderen? Omdat je hier een absoluut recht hebt op zijn werk, zijn boek. Ja, en hoe is hij daaraan gekomen? Niet via registratie, want dat is niet nodig. Gewoon puur het schrijven van een boek. Ja. En maakt het dan uit of hij het in Nederland heeft geschreven of op de Bahama's? Nee, dat is goed. Want? Ja, en hoe komt dat? Je wordt geholpen? Nee, ik zucht alleen. dat is ook helpen. Dat is namelijk emotionele bonding, dat je zegt, ik lijd met je mee. Oh, dat is zeker een toepassing. Nou, zie je? Dat is mooi, toch? Dus dat auteursrecht, hè? Even los van dat natuurlijk gewoon een apart vakgebied is en je daar wel of niet ooit iets over hebt gehoord. Hè, maar wat hebben we daar tot nu toe over gezegd? Dat is iets vreemd, dankjewel. Ja, dat hebben we ook nog opgenomen. Daar werk ik, hè, bij de IEE-afdeling. Dat,
Dus het is heel boeiend, maar jij... Dat uit ja? En met dat territorialiteitsbeginsel, hè, want dat was een vrij dominant ding volgens de doctrine in het IE-recht. Hoe komt het dan dat we eigenlijk kunnen zeggen, ja, dat is eigenlijk overal geldig? Ik zou zelf denken dat het alleen maar hier geldt. Maar... Ja, maar zeg je daarmee niet dat de oplossing, zijn oplossing, dat er überhaupt een inbreuk is? Naar Amerikaans recht eigenlijk helemaal niet, geen inbreuk is? Precies, hè? Dus we hebben een territorialiteitsissue aan de hand. En bij al die andere rechten weten we daar het antwoord op, want dat blijkt dan uit de casus dat het wel of niet daar geregistreerd is. En bij auteursrecht zetten we dat niet bij, omdat we 200 jaar geleden een verdrag hebben gesloten, waar ongeveer alle landen lid van zijn, lidstaat van zijn, of ondertekenaar moet je zeggen in Weens verdragenrecht. Dat over en weer wordt erkend in de Bern Convention. Maar even terug naar de huilie-huilie-test. Even in deze casus. Mag ik jou even kietelen? Wat lezen wij nou wat hij hier allemaal wil? En welke kunnen we wel oplossen en welke niet? Qua rechtskeuze of aangewezen recht. Maar als je dan even, hè, want lid 1 is goed, hè? Als je dan dat even toepast. Wat? Ja, dan valt het op het mozaïekbeginsel. Dat je precies. Dan moet gaan kijken van, joh, waar is dit verspreid en het terughalen van die reeds verkochte exemplaren, waar zijn die dan verkocht? Ja, en even zonder te weten welke landen dat zijn. Voor welke landen kan je dat dan vorderen? Allemaal. Per land. Dus het IE-recht is in alle landen. Nou, misschien Noord-Korea niet, maar daar gaat de kaas niet over. En Taiwan is ook altijd lastig, want dat is wel een land, maar China denkt dat het een provincie is. En drie keer raden wie wel permanent in de Veiligheidsraad zit en wie niet. Dat was ooit anders. Goed, dat is een andere studie, International Relations. Maar dus auteursrecht geldt dus overal. En dat betekent dus overal waar Harvard University Press iets doet met zijn productjes, daar heeft, even voor ons precies genoeg, hè, heeft vriend Henri een auteursrecht. Of zo'n ding wat in lid 1 bedoeld wordt, waarvoor bescherming wordt gevorderd. En dan moet je ook wel iets hebben waar je wat te beschermen valt. En dat is dus dat auteursrecht. En wat hier dan huilie-huilie test, die Volkskrant rectificatie of verbod, hè, dat zien we hier in Nederland nog wel gebeuren, Nederlands recht, dat soort dingen. Maar dat van die New York Times, hoe zie je dat voor je? Kan je dat met lid 1 oplossen, denk je? Of moeten we dan wachten op volgende week dat misschien ook andere rechters bevoegd zijn en dat misschien Henri in New York maar, of in Cambridge, Massachusetts, een rechter moet vragen om daar de New York Times te lokken. Want week 8, erkenning en uitvoer, hè, executie van vonnissen, gaan wij dan bespreken. Als we dus een Amsterdamse rechter hebben die zegt, hey, New York Times, kapper FME, hè, of nee, rectificatie, op zijn Hollands, hè, mooi Nederlands vonnis. Dat gooi je dan op de fax, dat hebben we nog 3 weken, dan is de fax afgeschaft. En dan, hoe denk jij dat de hoofdredactie van de New York Times reageert op de Nederlands tekst in naam der koning? Even gewoon vooruitlopend op week 8. Buurvrouw, wat zegt jouw gut feeling? Maar gut feeling. Maar ja, ik denk dat ze in eerste instantie een boodschap aan hebben. Precies, dus onze gut feeling zegt,
het recht zal wel niet zo zijn dat als jij een Nederlands vonnis opstuurt naar New York, dat de New York Times dan zegt, nou, laat ik eventjes een halve bladzij aanresol van 6 miljoen euro, die ze niet aan advertentieinkomsten kunnen hebben, daar gaan plaatsen, of Harvard University Press, of wie dan ook. Hè. Dus de huili-huili-test is dus dat je in zo'n casus probeert te zien van, ja, wat lees ik er wel in? En dat je je antwoord dus ook modelleert op waar je met enige mate van zekerheid kan zeggen dat het Nederlandse recht ook betrekking op heeft. In zo'n casus. En realiseer je dat dan, als we week 7 en 8 ook hebben gehad, je dat integratief moet benaderen met de bevoegde rechter en heeft het zin om dat naar Nederlands recht te doen als de executie toch niet lukt in Amerika. Dat scheelt weer typen als ze zeggen, oké, ik doe deze claims die betrekking hebben op Nederland en de rest zoek je maar elders uit. He, dus dat speelt altijd een rol en omdat dit min 4 minuten is voor het moment dat wij ons bezig gaan houden met bevoegdheid en executie, is dit een bruggetje naar dus die andere thematiek. Terug naar de casus, gewoon lid 1. Want auteursrecht valt onder wat daarmee wordt bedoeld, in de zin van Rome 2. Namelijk een intellectueel eigendomsrecht. De casus gaat over een inbreuk. En wij vorderen bescherming voor Nederland in twee zinnen. In de absoluut rechtszin en in de processuele huili-huili-testzin. Doe mij een rectificatie naar Nederlands recht van de Volkskrant. Tormans hebben we langs zien komen. En wat we nog niet hebben gezegd, hè, dus in die distributieovereenkomst, dat was de andere overeenkomst waar hij iets over zegt, hè, wijst hij op de factor van de kosten van de creatie en van de exploitatie. En het produceren, distribueren, marketen. Hè, dus allerlei gezichtspunten die hij rond complexe overeenkomsten. Hè, en deze inbreukcasus van Harvard University Press is eigenlijk dus weer hetzelfde verhaal. Maar waar ik blij om ben, is dat we bij 8 lid 1 komen. Dat de bibliotheek in Utrecht eventjes een rol leek te spelen, maar gelukkig daarna weer als aanknopingsfactor verdween van het toneel. He, dus dat jullie niet in die voetzoekers-stoorzenders zijn getreden, dat je de Universiteit van Utrecht gaat zoeken van wat doe je met dat boek en zo. Weet je, dus dat zijn allemaal componenten die ook in de komende weken steeds preciezer en nauwer worden. Dan sluiten wij altijd af met of je nog leeft en of er nog vragen zijn. Ik heb nog wel een vraag. Top. In het workpage noemen ze ook de clip-principles. Ja. Want het ging hier ook volgens mij om schadevergoeding. Dus zou je hier dan ook over noemen dat ze dit eventueel wel... Moeten niet, maar in het kader, dat heb ik toch daarnet gezegd, hè, dat je bij die conclusie kan zeggen, overigens... volgt uit de doctrine en de soft law dat er goede redenen zijn om heel specifiek naar soft law te kijken op het punt van schadevergoeding. Waar het erop lijkt dat de voorgestelde regeling is dat het schadevergoedingsrecht zich dan richt naar het toepasselijk recht van de mozaïekbenadering per land. Hè, dat is toch een beetje wat er in staat op orde van die strik. En nogmaals, hè, dus of je dat wel of niet moet zeggen, dat hangt af van de omstandigheden van het geval van jouw tentamen. En of jij denkt dat in het kader van de IQ-test element van het doen van tentamens het dienstig is om in de flipperkast die bal ook nog even te spelen. Ja, want ze benoemden het best wel vaak op het hoeklezen, maar dat niet echt. Zeker. Hè, maar daar hebben we het net over gezegd, hè, daar zit die gelaagdheid in. En ja, als wij die betreffende clip of softlaw-regel ook er niet bij geven, dan staat die hier ook niet in. En dan, ja, hoe weet je dat dan? En zo. En dus dan kan je daar alleen maar in abstracto iets over zeggen. En dat is dan voldoende. Dank, goede vraag. Leef je nog?
ik zie het wel staan, maar wat staat daar in de New York Times? Nee, dus hier moet je even een notitie maken. Dit gaat over dat lijstje van 7 dingen die je in het IE-recht kan vorderen. En deze smaak, 1 van 7, gaat erom dat de boosdoener in een, beetje overdreven natuurlijk, een landelijk dagblad boete doet. Geacht publiek, tot onze spijt hebben wij ons bezondigd aan een misdaad. En wij willen nu even aan een ieder zeggen dat we dat nooit meer doen. En dat Henri de auteur is. En dat u voor deze kwestie bij Henri moet zijn. Dus dat is een middeleeuwse vordering van het type plank met gaten erin, waar je hoofd en je armen doorheen zitten en een bord. Ik zal het niet meer doen. En het tragische is dat de Oeigoeren en homo's in bepaalde landen aan deze behandeling onderworpen worden, terwijl je bij criminologie leert dat dat heel ouderwets is. Maar het IE-recht is er dol op en dan heet het heel keurig een rectificatie. Van het onrecht wat aangedaan is aan Henri. Te betalen door Harvard University Press. Die trouwens niet zielig zijn, want hun endowment fund is bijna zo groot als ons nationaal product. Per jaar. Ja, leven nog. Heng in. Nederlands recht, ja. Lid 1. Ja, dus... Nee, nou ja, daar hebben we meer feiten voor nodig in de casus. Maar volgende week met bevoegde rechter en zo gaan wij vaststellen dat een Nederlandse rechter gaat zeggen, ja, daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Bevoegdheidstechnisch. Dus dat is een variant op depassage. Dus het concept dat de rechter zegt, over deze vordering ga ik wel en over die niet. Met redenen die wij volgende week gaan bespreken. Het gaat jullie goed. Tot volgende week.